al die drukte op het vliegveld is natuurlijk goed nieuws voor de luchthavens, zoals die van Wezen. Maar er is ook een keerzijde. En dat brengt ons meteen bij het volgende onderwerp. Actiegroep Extinction Rebellion en Grootouders voor het Klimaat hebben vandaag samen een protest georganiseerd voor het stadhuis in Nijmegen. Die actiegroepen roepen de gemeente op om het beleid omtrent fossiele reclame aan te pakken. En dat doen ze vandaag tijdens de maandelijkse klimaatalarm. Het Klimaatalarm, het is een maandelijkse actie van klimaatactivisten. Elke eerste maandag van de maand gaat het landelijke bekende luchtalarm af voor een test. Dit is ook het moment dat actiegroepen alarm slaan. Want volgens hen is er geen tijd te verliezen. Het is een actievorm dat heet Die In, dus we liggen voor dood. En daarmee willen we laten zien, hey, de klimaatcrisis is echt niet heel ver weg meer. Nou, denk aan Valencia, denk aan Spanje met 200 doden. Volgens Extinction Rebellion heeft de gemeente de taak om de inwoners te informeren over de klimaatcrisis en ze te beschermen voor de gevolgen hiervan. We hebben een aantal eisen. Nou, de allereerste is wees eerlijk over de huidige klimaatcrisis. De tweede is doe wat nodig is, neem passende maatregelen. En de derde eis is doe dat rechtvaardig. Als je Nijmegen kijkt, niet iedereen heeft het geld om alles biologisch te kopen. We hebben energiearmoede in Nijmegen. Dus daar heeft de gemeente echt een opdracht. En gaan we graag regelmatig met de gemeente in gesprek en voeren we hier actie. Grootouders slaan ook alarm, want zij maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Volgens de actievoerders duurt het te lang voordat er echt iets verandert. Ik was vorige week bij een voorstelling over 50 jaar klimaatspeeches. 50 jaar geleden, toen wisten we het allemaal al. Vervolgens is er iedere keer gewaarschuwd en we gaan nog steeds door. Met veel te veel energie gebruiken, veel te veel produceren. Ik vond het prachtig, zag ik net een leus, koopkracht. De kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt. Het is gewoon allemaal veel te veel. De actie is specifiek gericht op de gemeente. Ze willen dat de gemeente fossiele reclame in bushokjes volledig gaat verbieden en dat de gemeente haar geld bij een andere bank gaat onderbrengen. We richten ons expliciet niet per se op de, op de bewoners. We willen informeren waar we als actiegroepen mee bezig zijn. Maar Extinction Rebellion gaat echt zeggen van hey, de gemeente, de overheden hebben een opdracht om te doen. Dus het is niet om met de wijsvinger hier mensen te attenderen, doe het anders. Het is mooi meegenomen als we straks een gesprek kunnen gaan met marktbezoekers. Maar het is echt een actie gericht op de gemeente.